Mijnbouwbedrijf Nieuwmond Suriname en de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname, NOB, hebben vandaag een leen- en samenwerkingsovereenkomst getekend. Kleinschalige mijnbouwers en ondernemers van het Pamaka-gebied kunnen deze overeenkomst nu leningen doen bij de bank, NOB-directeur Sandy Cameron, die zegt dat het de bedoeling is dat de mensen van het gebied gesteund worden in de ontwikkeling van het gebied. Nou, voor deze sector is het dat ze dus alternatieve mogelijkheden hebben om hun middelen van bestaan daar te garanderen. Zoals ik eerder aangaf ook in mijn speech, we hebben dus gezien dat er behoorlijk wat activiteiten daar zijn. En met een stukje access to finance, financiering van onze zijde, kan dat dus verder worden gestimuleerd. We hebben potentie gezien in de agrarische sector. Mensen willen aan landbouw doen, veeteelt willen ze doen. De eerste lening vandaag is dus iemand die stenen gaat produceren, zodat ook de woningbouw daar ter hand kan worden genomen. Het is dus meer om huizen te bouwen. Dus voor ons is het een stukje community development, gebieden en gebiedsontwikkeling en ook natuurlijk stimulering van ondernemerschap. Cameron stelt verder dat de NOB niet alleen voor leerlingen is die op zoek zijn naar studiefinanciering. Samenwerking tussen de twee organisaties kwam niet direct van de grond. Director External Relations van Nieuwmond Suriname, Shirley Soma Sumter, merkt op dat haar organisatie, de NOB, vorig jaar heeft benaderd en het een heel lang traject is geweest om tot dit punt te komen. Op de eerste plaats investeren we in verantwoorde milieutechnieken onder ASM'ers. Op de tweede plaats gaan we investeren in de verbetering van de technische efficiëntie. Dus we willen ervoor zorgen dat de opbrengsten van ASM'ers verbeteren. En op de derde plaats willen we natuurlijk de ASM-sector nationaal, maar vooral wat betreft de ASM'ers in de gebieden waar wij opereren, willen we formaliseren. Want we weten, en twee weken geleden hebben we een workshop gehad, toch, mevrouw Simons, we weten dat er dat ASM eigenlijk niet in de formele economie tot de formele economie behoort en dat het land daardoor veel inkomsten ontbeert. Er zijn ongeveer 40 belanghebbenden uit het Pamaka-gebied die zich hebben geregistreerd voor een lening bij de NOB. De eerste ondernemer die tekende voor een lening is Jonathan Loza, die een bestaande steenproductiebedrijf gaat uitbreiden in het Pamaka-gebied en een leensom heeft van 998.000 SRD.